Yo gasten van Basis Games, dit is Jelle en we zijn hier vandaag weer met een episode van Saints Row the Third. Dit is alweer de vierde episode en we zijn vorige keer geëindigd gewoon aan het eind van de missie. En daarna moest ik kwam ik in dit huis, dus dit is mijn kamer en zo. Maar dit is nog gewoon studentenkamertje. Dat is ook nog wel wat netter als dit. Maar we hebben dit dus nu als huis gekregen. En Crib heet het dan. En dan heb je je kledingkast in. Dat zal ik even helemaal laten zien. Maar gewoon dit heb je. Garage met je auto's. Het zijn gewoon de auto's die er al in zitten. Dat zijn wel grappige. Ja, maar even kijken wat er nog meer bij staat. Ja, je wapens en exit. Ja, wapen. Ja, is goed. Laten we maar naar buiten gaan. Maar trouwens. Oh, dit had er ook nog bij. Aha. Oh. Maar we gaan wel vanaf. Huh? Oh, het is gewoon een appartement. Maar in ieder geval, we gaan naar buiten en dan doen we even de volgende missie. Even kijken. 4 missies zijn de. Die doen we Pierce wel, oké. Okay. We moeten even auto jatten. You could use a walk. How's the crew settling in? Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't working at all. Oké, ik kan misschien een beetje dof klinken, omdat ik een andere microfoon gebruik nu op dit moment. Maar dat zal ook nog wel meevallen. Dus moeten we daar nu even naartoe rijden. Oké, we zijn nu op de plek aangekomen bij Pierce. Even kijken wat we nu moeten gaan doen. Oh, in de car. Oké, dan moeten we waarschijnlijk ergens naartoe rijden. Even kijken. Oh, het is weer heel ver. The fuck? Dus waarschijnlijk moeten we gewoon drive-thru de mechanics. Ja, ik zou echt niet weten wat ik moet gaan doen. Maar dat zullen we ook wel even zien wat er gaat gebeuren. Oké, dan zijn we dan bij de. Oh, waarschijnlijk moeten we de auto gaan pimpen. Even kijken wat je allemaal kunt doen op performance. Ja, ik heb al aardig wat geld, maar nou, deze auto wil ik niet echt beter maken. Alleen niet rood op de rap. Even kijken. Of kan dat nou niet? Huh? Oh, dat kan wel, wacht. Oh, ik snap het wel. Oké, en even kijken of een ander kleurtje. Paars van de Saints natuurlijk. Even kijken. Trim color, wat is dat? Oh, dat doen we. Metaal en dan dia. Want de Saints zijn natuurlijk, die zijn paars met zwart, dus daar moeten we ook wel de auto zo maken, vind ik. Window tint. Oh ja, die ook nog best veel. In het rear kun je het ook niet zien met deze ramen. Maar je hebt hier nog wel veel, veel dingen om je auto te pimpen en zo. En dat vind ik juist ook wel mooi, dat ze zoiets in een spel erin doen, laat me zeggen. Ja, ik doe al grijs om. Even kijken, dat zijn de kleuren. De body mods. Die vind ik wel mooi. Je hebt echt best veel dingen om dit te doen. Even kijken wat je nog. Ah, die zijn mooie.
En als jullie het nou leuk vinden dat ik een beetje auto's ga pimpen tussendoor, dan kan ik dat ook gewoon normaal doen tussen missies door. Oh, op het dak, maar dat is niet zo mooi. Ja, even kijken. Ja, ik vind hem zo nu wel goed. Oh, ik had eigenlijk nog een paar velden op moeten doen, maar maakt niet uit. Oké, ja, zie, nou moeten wij heel ver rijden. Oh, fuck. Hij drift een beetje. Oh, we worden achterna gezeten voor mij. Ja, nitro. Oh, we moesten er af. Oh, fuck. Ik vind die pijlen hier wel handig, alleen soms zijn ze wel een beetje verwarrend. Of ik let gewoon nooit goed op. Ja, oké, nu zijn we bij Planet Saints. Oh fuck, ik weet niet precies wat het is. Waarschijnlijk een kledingwinkel, zie ik dat aan de map. Oké, hier is de ingang. Oh. Kun je daar doorheen lopen? Ja. Ja, ik had bij een spel ook niet meer welke, maar als je daarin liep, dan vlog je helemaal weg. Maar waarschijnlijk moeten we dus nu ook nieuwe kleren kopen. Ja, dat dacht ik al. Serieus. Ja, dat gaan we niet doen. Het is wel grappig, maar... Even kijken. Hier zitten natuurlijk wel hele dreure dingen tussen. Even kijken. Netjes in pak. Dat is ook wel mooi. Ja, doe wel vest. Waar was die nou? Die was het ook. Ja, die is wel goed. Want het is een beetje paasachtig van de Saints. Oh, wacht, is die eronder? Even kijken. Moet natuurlijk donkerpaas. En deze zwart. Oké, even kijken wat je nog meer hebt. Even kijken, wat kan daar? Oh, zulke dingetjes. Hier zitten echt dingen tussen van, dan denk je, ja... Slaat eigenlijk helemaal nergens op. Zie stijl bling. Die kom je later in de game nog tegen wie dat is. En dan snap je het wel. Even kijken. Oh dog. Meen je nou? Nee. Ninja. Oh, die is trouwens ook wel vet. Werwolf? What the fuck zit hier allemaal in, joh? Het zijn ook een paar. Even kijken. Lopen alleen nog even een broek doen we wel. Even kijken. Gewoon mooi. Ja, trouwens. We hebben gewoon een broek aan, dus dat is goed. Alleen de schoenen even nog even kijken of de... Kijken. Ja, die zijn wel nice. Die moet ik hebben. Ja, ik vind ze zo wel mooi. Als je hier nog een beetje tips hebt. Ook al Saints. Ja, dat is wel goed. Als je hier nog een beetje tips hebt van hoe ik eruit moet zien. Zeg het maar. What the fuck is hier gebeurd? Oh, gek. Waar is Piers? Nee. Dat meen je niet. Nee. Oh, dit gaat nog moeilijk worden.
Even kijken waar die is. Oh, fuck. Kill. Die kill is echt leep. Oh. Hij pakt gewoon zijn eigen mensen. Want die brute die hoort bij die ro- fuck, 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 fuck. Oh. Bam. Zo vet dit. Bats. Yeah. Daar krijg je dus ook heel veel respect van. Ik ben al een rank up. Kijk, ik zal wel eens laten zien. Er staat nu ook... dat ik heb 3 upgrades. Want ik moest ook iets overnemen of zo. En daar kreeg ik ook heel veel van. Je moest een hoed overnemen. En daar kreeg ik heel veel respect van. Dual wield pistols. Ja, die is wel fijn. Dit is eens boek. Health regen. Even kijken. Combat. Ja, doen dit wel. En pistols een beetje upgraden. Zo, dan hebben we nu iets betere wapens. Want we kunnen dual wield pistols. Ik heb er 2. Ja, ik heb er 2. Maar we moeten hoeven hier niet te blijven, dus dat doen we ook niet, dat is onnodig. Bats. Zulke trucjes vind ik wel heel grappig in. Wat ligt daar? Nee, er lag geen lompwapen. Dat dacht ik. Oké, waar is onze auto? Oh, een beetje schil. Maar boeien, ik pak wel gewoon de politieauto. Beetje undercover zijn. Dat is altijd wel handig. Ik snap niet waarom we deze missie zoveel moeten rijden, maar... Ja, op naar de safe house. Oké, we zijn nu bijna bij de safe house. Is dat mijn... Ja, dat is voor mij... Wacht even. Is dit mijn huis? Ja, voor mij wel. Ja, ja, hier is mijn crib, laat me zeggen. Oké, moet ik dan gewoon naar binnen, zeker, en ik de missie af. Ja, het was niet zo'n hele... of ja, niet met veel actie. The fuck? Ga weg. Oh, of voor mij hoorde die bij mij. Ja, het was niet met veel actie, deze missie. Maar, ja. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Nu ben ik tenminste opnieuw aangekleed en, ja. Dan, waarom schiet hij mee? Waarom zit hij in mijn huis? Maar, ja, ik hoop dat de volgende missie, iets meer actie heeft. Want dat is eigenlijk iets leuker. Het hoeft ook niet zoveel weg te knippen uit de dingen door. Want als ik altijd aan het rijden ben, heeft ook geen zin. Heeft ook niks, geen waarde om naar te kijken. Maar ja, abonneer, like en favorite natuurlijk allemaal. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe! Thank you.